2010. Justin Bieber kwam op nummer 1 in de Billboard 200 en werd meteen de jongste artiest die dat ooit flikte. K3 mocht dan weer de nummer 1 plek vullen met hun album Mama C, dat meteen het best verkochte album in heel Vlaanderen was. Tom Waas deed in 2010 dingen die volledig uit zijn comfortzone lagen tijdens het tv-programma Tom Testrom. Hij scoorde er deze hit mee. Cervezas por favor, elke Spanjaard heeft een snor. Dos cervezas por favor. Deze man veroverde dan weer het internet met zijn hilarische reactie bij het zien van regenbogen. Het videootje haalde meer dan 42 miljoen views. Wow! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Wow! Tijdens het Eurosongfestival werd onze Tom Dice zesde met zijn nummer Me and My Guitar. 2010 was ook het jaar waarin deze jongen de officiële videoclip werd van Editors. En we mogen ook vooral Simon Cowell niet vergeten te bedanken om deze jongens bij elkaar te brengen tijdens X-Factor. Genuinely believe a group are going to win this competition. One Direction.